een van die problemen waar die u nu noemt. Vanmorgen was de ledenraadpleging over stikstof in Nijkerk, waar Wopke Hoekstra er echt behoorlijk ongenadig van langs heeft gekregen. Er werd gezegd dat hij terug moest naar de tekentafel en het roer drastisch omgooien als het gaat over dus het hele stikstofdossier. Er werd zelfs gezegd dat het voorstel, stikstofvoorstel, de potentie heeft om de partij van onderop kapot te maken. Een van de aanwezige boerinnen zei dat tegen Hoekstra. Ik moet zeggen dat als je dit allemaal leest en hoort, dat het eerste wat ik dan denk is, wat moet u blij zijn dat u weg bent bij die partij? Ik weet u, ik ben op dit moment geen lid van die partij. Ik ben het ook niet meer en ik was het ook niet van plan. En zij maken hun eigen keuzes en ik maak mijn eigen keuzes in de Tweede Kamer. Ik zie alleen een stikstofbeleid waar ik ook voor een motie van afkeuring van het beleid gestemd heb. Dus ik ben het er niet een klein beetje mee eens. Ik ben het er zeer mee oneens. Mm-hmm. Maar ik zie ook een verrommeld politiek manier van politiek bedrijven. Want iedereen doet nu alsof er een nieuwe wet is. Maar er is geen nieuwe wet. Dus in de wet van stikstof staan nog gewoon de streefcijfers van 2035. En de regering doet nu alsof ze een nieuwe wet aangenomen hebben waarbij die streefcijfers veel strenger gemaakt zijn en naar 2030 gehaald zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Dus de provincies moeten iets uitvoeren wat nog niet in de wet staat. En er is ook geen enkel verhaal bij de gevolgen die die vervroeging heeft. Dus dat is iets wat ze samen in het regeerakkoord los van de wet hebben afgesproken. Maar de gevolgen zijn eigenlijk helemaal niet te overzien en ook niet goed in beeld. Ja, Marinus den Hartog nu aan het woord. Ik vraag me bijvoorbeeld ook af, want ik hoorde Pieter Omtzigt eerder ook zeggen, we hebben het nu over de boeren en wat zij eraan kunnen doen, wat zij aan het probleem kunnen doen. Maar ik heb nog helemaal niks gehoord over de industrie en over verkeer. Die sectoren, waarom horen we daar niks over? Dan wordt gezegd, ja, dat komt nog. Dan ben je inderdaad wel geneigd te denken, waarom voelt dit alsof dit een nieuw probleem is, terwijl het eigenlijk inderdaad al langer op tafel ligt. Het probleem ligt al heel lang op tafel. Overigens is de stikstofuitstoot met de afgelopen 30 jaar met ongeveer 2/3 verminderd. Ook door de landbouw zelf. Dus het is niet zo dat niks gedaan is. Er moet nog wat meer gebeuren. En we worden door de rechter er constant op gewezen dat we aan de limiet zitten en dus komen al die bouwplannen stil te liggen. Dan is het domste wat je waarschijnlijk kunt doen is die normen in de wet nu vast aanscherpen. Ja. Want ja, dan weet je zeker dat je in de problemen komt. En dat is wat de regering dus net niet doet, maar volgend jaar wel van plan is. En nu wil ze een bemiddelaar die niet mag praten of die het over de huidige wet heeft of over de toekomstige wet die nog niet eens aangenomen is. Ja. Hoe rommelig wil je het hebben? Als je zoiets doet, en dat is de grote fout die we bij CO2 gemaakt hebben. We hebben allemaal gezegd, we moeten vergroenen. En een aantal mensen zei toen, let nou ook op de energiezekerheid en de betaalbaarheid. En tegelijkertijd of we toch die kolencentrales langzaam moeten uitfaseren. Dus ja, we gaan niet verkeerd een en het ander. We hebben alleen gefocust op de vergroening. En toen zaten we met Russisch gas. Nu heeft Rusland, Gazprom, zelfs een stukje van het eigendom van de gasopslag, waardoor we hem niet aan het vullen zijn. We dus zwaar in de problemen komen deze zomer. En hetzelfde dreigen we nu te doen bij stikstof. We zitten exclusief te kijken naar de landbouw. Ik denk dat we naar alle sectoren tegelijk hadden moeten kijken. En de landbouw is de grootste stikstofuitstoter. Dus begrijp me niet verkeerd dat je het zonder dat er bij de landbouw niks gereduceerd zou worden. En je moet een perspectief voor de boeren schetsen. Mm-hmm. Nou, we hebben die staghouder niet gezien, die minister daarvoor. Die heeft gezegd, ja, kom er in september mee. Nou, dat kan niet. En je moet ook een strategie hebben van je voedselzekerheid. We komen nu in een periode dat er voedselschaarste ook wereldwijd dreigt te ontstaan door wat er in Oekraïne gebeurt en elders. En als je die problemen allemaal los van elkaar blijft zien, dan komen we de komende jaren van een heel koude kermis thuis. En ik ben bang dat het kabinet dat aan het doen is. Kortom, uw werk is nooit saai. En we gaan daar even